3, 2, 1. We zijn inmiddels in de 40 dagen tijd aanbeland. Volop bezig om datgene wat we ons hebben voorgenomen, om daar handen en voeten aan te geven. Waar kan ik zelf barmhartigheid doen? Wat ik al zei de vorige keer vanuit het prachtige boek van Paulus Franciscus in dat interview God is genadig. Het jaar van barmhartigheid. Ook in onze parochies gaan we daar handen en voeten aan geven. Namelijk door een dag op pad te gaan, een soort pelgrimage, een bedevaart naar de Heilige Calixtuskerk in Groenlo, in de Achterhoek. Doen we op vrijdag 29 april. En jij, u, bent van harte uitgenodigd om dat mee te maken. We gaan met bus, misschien wel met meerdere bussen, gaan we die kant op. Om te ervaren hoe ook wij in de barmhartigheid stappen kunnen zetten. En we gaan als het ware ook werkelijk door de deur heen. De deur die gezegend is op voorspraak van Paus Franciscus, ook door onze kardinaal Eik. Onder andere in de Heilige Calixtuskerk in Groenlo. Een plaats waar ik ook in het verleden het pastoraat heb mogen doen. Tegelijkertijd gaan we ook naar de andere oude Calixtus, zeg het al, oud en nieuw, met elkaar verbonden. Waarin we ook iets mogen ontdekken van de geschiedenis van Nederland. Ook daar is barmhartigheid nog steeds van toepassing. En ik plaats het ook in een breder kader. We gaan inderdaad dat doen in de paastijd. Ik zei het al op vrijdag 29 april. We zitten dan volop in die paastijd. We mogen genieten van de bevrijding, van de verrijzenis. Dat wij de barmhartigheid mogen ondervinden in ons leven. Dat gaan we ook vormgeven dit jaar opnieuw in een bedevaart naar Lourdes. En ook daartoe bent u van harte uitgenodigd. En op 30 maart aanstaande zullen we daar ook info geven in een bijeenkomst in de Ludgeriskerk in Dronten. Van harte welkom. Zoals gezegd, een bijzonder jaar zijn we ingegaan. En we mogen nu in deze 40 dagen tijd ons daar nog meer op voorbereiden. Op het feest van Paas. En opnieuw wijs ik u op een bijzonder boek wat ik op dit moment aan het lezen ben. Aan het lezen ben van Thomas Halik. God heeft geduld. Dat is enorm belangrijk, dat we dat ervaren. Dat geduld ook steeds meer in ons eigen leven handen en voeten krijgt. Geduld in die barmhartigheid. In goede werken mogen doen. In geduld hebben we ook met de naaste. En natuurlijk betekent het ook geduld hebben met onszelf. En uiteindelijk dat we ervaren het geduld dat God heeft met ons. Mooi op weg naar Pasen.